niet dat je aparte eisen moet stellen aan debutanten. Je moet gewoon het waarmerk van kwaliteit, hoe prozaïs dat ook klinkt. Maar daar gaat het om. Hetzelfde als wat je bij een gelauwerde schrijver eigenlijk verwacht. En dat is toch dat je bij de lurven genomen wordt. Dat je verkilt tot op het bot, omdat je denkt, hier gebeurt het. Dit is proza waarin iedere letter goed staat. En waarin iets gezegd wordt wat nog nooit op deze manier gezegd wordt. En het is niet zo dat je moet denken, deze debutant heeft nog wat handicaps. Maar over 5 jaar kan hij toch wel in het diepe. Dat is natuurlijk onzin. Je hebt 1 kans. Als debutant wordt dat steeds erger vandaag de dag. En je moet het redden. En het komt vaak voor. Het lijkt nu misschien onmogelijk om dat te halen. Maar vaak hebben debutanten een kracht, een gedrevenheid die wat meer gearriveerde schrijvers kwijtraken in de loop van hun oeuvre. Dus debutanten hebben het op een andere manier weer makkelijk. Omdat ze nu weten, ik moet nu toeslaan. Vaak is zo'n eerste boek ook het boek waarin hun leven min of meer zit. En dan hoeven ze niet zo zich te pijnigen om een onderwerp te bedenken. En dan gebeurt het.